Dit is een troll. En alhoewel veel mensen denken dat deze wezens alleen in sprookjes voorkomen, gelooft 9 van de 10 inwoners hier in Noorwegen dat trollen daadwerkelijk bestaan. Do you believe in the trolls? Yes, of course. Yes? Absolutely. Yeah, yes we do. Yes. I believe in trolls. Of course, I live with them. Everybody believes in the trolls in Norway. There is something in the mountain, you don't know what it is. Alleen geloof ik er helemaal niks van, dus vandaag is het mijn missie om een troll te vinden. Een paar weken geleden had ik mailcontact met de expert die beweert een troll met eigen ogen gezien te hebben. En zij wilde mij ervan overtuigen dat trollen daadwerkelijk bestaan. Het enige probleem was, deze persoon woont helemaal in Noorwegen. We zijn in Noorwegen! Yay! En het is hier fucking koud. Jup, ik had meer dan 700 plus 500 euro aan hotels en vliegtickets uitgegeven om iets te zoeken waar ik totaal niet in geloof. Maar gelukkig kon ik door middel van eBike Club geld besparen op deze online aankopen. Maar daar later meer over. En we rijden nu met onze gehuurde auto naar een plaatsje dichtbij Trollheim, wat volgens de mensen op Google het huis van de trollen is. En het woordje troll zit in de plaatsnaam, wat het natuurlijk extra geloofwaardig maakt. Ah! Ik zie een troll! Ik zweer! Mooie, what the fuck? Ik ging hier natuurlijk niet heen zonder mijn eigen research gedaan te hebben. En ik kwam erachter dat trollen eigenlijk best gevaarlijk zijn. De Noorse overheid had zelfs wetten waarin stond dat het verboden was om contact met ze te zoeken. En er zijn zelfs meer dan 200 plekken naar ze vernoemd. Dit kan toch niet allemaal verzonnen koek zijn? Er moet een deel van waarheid in zitten. En daarom hebben we morgen een afspraak gepland staan met Marita, een trollenexpert. En zij kan ons hier meer over vertellen. En ze gaat ons ook de komende tijd dat wij hier zijn rondleiden door het huis van de trollen. Goedemorgen. Ik heb zo slecht geslapen. Ik had een nachtmerrie dat ik achtervolgd werd door een dikke troll en hij me bij mijn slurf greep. Oké, het is tijd. Ik ga op trollenjacht. Ik heb allemaal dikke lagen met kleding meegenomen, want het is hier min 15 graden. Zo, helemaal ready voor de tocht. Ik had met Marita afgesproken dat ze om 9:15 voor ons verblijf zou zijn. Het enige probleem is, ik heb haar alleen via de mail gesproken, dus het kan zomaar zijn dat ze ons scamt en niet komt opdagen. Nog niemand? Shit. Oh Marita, 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 Marita. Maar gelukkig kwam ze een paar minuten later opdagen. Hey, how are you doing? Daryl. Nice to meet you. Marita. We're going to fight some trolls, right? Yes, definitely. Yeah, I can promise you that. How long have you been doing troll guides and been searching for trolls? Professionally since 2008. You say the word professionally? Yeah, because I have been searching trolls since I was a kid. Have you seen a troll with your own eyes? Of course. Yes, you yes, do? Of course. That's the forest trolls. They are most common and they live everywhere in Norway. Okay. But I'm going to tell you a secret. Just between us, because trolls, they love brown cheese. I maybe have some cheese between my toes. The first thing on our plate today is definitely going to get that brown cheese, because we need to, you know, lure out the trolls. What do we do with the cheese? We throw it out? I'm gonna show you. Okay. Ja, ik hou van kaas. Ik vind het ook wel lekker. Ik snap wel waarom de trollen dit lekker vinden. They might be hiding out here? Ja. Yeah. Wat ik me dan dus afvraag is, zit ze gewoon nu echt gebakken lucht te praten, gewoon uit haar nek te lullen? Of is het echt zo, zeg maar? I'm telling the viewer that I believe there is a troll out here. Yeah, but I do too. They see us, but they don't see them. Yeah. Oké, nu gaan we echt off-road. Ik denk dat mijn voet wel 20 centimeter naar beneden valt in het sneeuw. So, is this nearby the place where you saw the trolls as well? Yes. Just one of the locations. I mean, I see trolls everywhere. Yeah. And how did you react when you saw the troll? First time? Yeah. Wow. It was a wow experience. You see these footsteps? Yeah, these are not trolls. Oh, not trolls? Not trolls. Oh. This is probably dog. Do you also look for footsteps of trolls? Yes, for toes. Toes, they walk bare feet. Yeah. What is exactly a troll? Can you describe it? Troll is like a name for all the creatures of the night. So you have trolls, like big giant trolls. You have forest trolls and cave trolls. The forest trolls are about our size, our height. Yeah. They have very beautiful tails, bushy hair, big noses. Even right there. Het eerste bait is gelegd. And if the troll doesn't find it, no, don't film. Oh. If the troll doesn't find it, the crow will. The who? The crow. What's that? The bird. Oh, the bird. Yeah, the crow. Can I put out a bait? Yes, you find a tree. Like a big tree? This one? Doesn't matter, big okay. Or small. I prefer big. Yeah. Ik ben zelf ook een beetje honger, toch? Are trolls dangerous? The big ones, yeah. You don't want to be with them. They eat humans, they eat sheep, they eat goat, you know, they eat everything. Yeah. Met de monster van Loch Ness was het dus zo dat er maar één is. Maar met trollen is dat niet het geval. Van trollen heb je er meerdere. Dus dat maakt ook meteen de kans groter om er één te vinden. You heard that? No. Oh my god, look. I don't really believe in trolls, oh. But I'm open-minded, you know, so... You see two eyes? You
situation in the little log right there. Yeah. Ik zie dat oprecht. Oh. Huh? Wat is dat? That is a little troll. Oh, it really, het leek echt op een troll. Het leek echt op iets met twee ogen. Ik zweer het. Of een beest of zo, dacht ik. I didn't mean to trick you or anything. Nu we alle vallen hadden uitgezet, was het tijd om naar ons verblijf te gaan die ik had geboekt midden in het bos van de trollen. Oh, nice. Yeah. So you call this a holiday home? Yeah. In the Netherlands we call this a villa. Zoals jullie weten reis ik superveel en zo'n verblijf in the middle of nowhere kost aardig wat geld. Net zoals de vliegtickets, huurauto en gear. Dus als er ook maar iets is waar ik geld op kan besparen, dan doe ik dat natuurlijk met alle liefde. Met eBike Club kan je online op je favoriete websites geld terugkrijgen bij elke aankoop. So, if the troll actually did show up, what would you do? Because you wouldn't want to scare it. Zo heb ik letterlijk alles deze reis geboekt via eBike Club. Ik krijg 2,4% van mijn geld terug op het hotel die ik heb geboekt. Ik krijg 4,2% van mijn geld terug op de auto die we hebben gehuurd. En zelfs 2,4% op mijn vlucht. Maar als je niet vaak reist, dan kan je deze site alsnog gebruiken door bijvoorbeeld ziekenkortingen te krijgen op bol.com. De website is 100% gratis en als je je inschrijft via mijn link in de beschrijving of de QR-code hier in beeld, dan ontvang je een gratis 6 euro. Ik zou gewoon de camera pakken, ik zou hem filmen en gewoon een beetje rustig blijven. Misschien dat hij dan wel dichter aan zoek komt. Morgen ga ik in mijn eentje op zoek naar de trollen. Dus vroeg ik Marita om advies. En terwijl ze mij vertelde wat ik het beste kon doen, gebeurde opeens dit. Ja, ja, dit is in... Ah! Ik zie een troll! Ik zweer! What the fuck? Dit is gewoon iemand verkleed. Kijk naar de troll. Wat? Look, he found the cheese. What the fuck? Maar dit meen je niet. Dit is gewoon iemand ingehuurd. You're chasing him? Oh my god, don't chase him. He'll run away from you. Maar het kan niet een echte troll zijn. Kijk, film. Well, I can tell you this much. That was a forest troll. And he is actually going on a rampage right now. I think he's going to steal more cheese. De cameraman schrok zich dood, joh. Ik hoor opeens geschreeuw. Dit moet zij geregeld hebben. Dat kan niet anders. Jij weet hier ook niks vanaf, nee. Toch? Wat is dit, joh? He came for the cheese. I'm sure of it. Dit was echt raar. Ja, man. Dit heeft hij sowieso geregeld. Kijk hier. Oh mijn god. Na het kampvuur waren we bij Marita thuis uitgenodigd om te komen avondeten. Waar ze ons een typisch Noors gerecht liet proeven. Norwegian balls. En ze haar passie voor trollen met ons deelde. De volgende ochtend had ze nog lief een ontbijtje voor ons geregeld en namen we daarna afscheid. Ik weet nog steeds niet of Marita deze troll had ingehuurd om ons te laten denken dat trollen echt zijn, maar ik was nog zeker niet overtuigd. Ik wilde nog één keer op zoek gaan naar een troll om deze mythe voor eens en altijd te beëindigen. Dus toen de zon onderging, waagde ik nog één poging in een bos waar volgens Marita en lokale mensen vaker trollen zijn gespot. En ik heb verschillende camera's neergezet die continu blijven filmen, dus als er een troll langs loopt, dan hebben we hem in ieder geval op beeld. Jullie beseffen niet hoe eng het is om hier in je eentje rond te lopen. Dit was geen goed plan. En na een uur rondgelopen te hebben in een donker eng bos, heb ik helaas niks kunnen vinden. Ook toen ik alle beelden heb teruggekeken, was er niets te zien. Of toch wel? Wow, kijk daar aan de overkant. Ik zag daar wat bewegen. Oh, het is weg. Geen idee wat dat was. Vergeet niet om je aan te melden bij eBike Club via de link in de beschrijving als je geld wilt besparen op je online aankopen.